We beginnen meteen in Diemen, want de politie wil u vanavond voor het eerst bewakingsbeelden laten zien rond de moord afgelopen zondagochtend op deze man, de 40-jarige Patrick Brisban. Buurtbewoners aan de Rietzangerweg in Diemen, waar Brisban woonde, hoorden afgelopen zondag iets voor 5:30 in de vroege ochtend knallen. Een paar uur later, om 8:30 die ochtend, werd pas gezien dat Brisban levenloos achter het stuur van zijn auto op zijn oprit zat. Aan de telefoon hebben we nu van de politie Amsterdam, mevrouw Schuring. Mevrouw Schuring, we gaan zo dus bewakingsbeelden bekijken. Wat gaan we daarop zien? Nou, het slachtoffer had een camera aan zijn huis hangen, waarmee opnamen zijn gemaakt van een man die om 5:50 ochtends naar Patrick Brisban in zijn auto loopt. En deze man heeft hem daarna van dichtbij enkele keren beschoten. En de beelden van het schieten zenden wij bewust niet uit, omdat dat te schokkend is. En de beelden die we wel laten zien zijn vooral interessant omdat daar de auto op staat waarmee de schutter daar was. En van die auto is meer gezien, ook door buurtbewoners. Deze auto is heel erg belangrijk bij het traceren van de dader of daders achter dit ernstige incident. Duidelijk, mevrouw Schuring. Dank voor de toelichting. We gaan dus kijken. Het is maar een kort fragment dat we kunnen laten zien. Hier loopt de dader naar de auto van Brisban toe. We herhalen het nog een keer. Voor in beeld zit dus net Patrick Brisban achter het stuur van zijn Passat als deze man op hem afloopt. Vlak daarna wordt hij dus dodelijk geraakt. En als we die beelden nog een keer bekijken, dan zien we aan de stoep geparkeerd de auto van de dader of de daders. Inmiddels weet de politie dat dat een donkerkleurige Volvo V70 Station is. Waarschijnlijk uit een bouwjaar ergens tussen 2005 en 2008. Het kenteken, en dat is heel specifiek, begint vermoedelijk met het cijfer 57. Al kan dat natuurlijk gestolen of vervals zijn. De kleur van de werkelijke wagen weten we niet zeker. Die is mogelijk donkerblauw of zwart. Deze Volvo heeft al enkele uren voor de liquidatie daar aan de Rietzangerweg in Diemen gestaan. Na het schieten is die daarna weggereden in de richting van de Tureluurweg. Links afgeslagen, die Tureluurweg op. En het laatste dat er is gezien is dat hij daarna rechtsaf de Vogelweg insloeg. Het is uiterst belangrijk dat we zo snel mogelijk meer te weten komen over deze Volvo. Heeft u zo'n donkere Volvo V70 Station met een kenteken dat vermoedelijk begint met 57 gezien in de nacht van 1 op 2 december daar in die omgeving? Meld het dan. Daarnaast willen we natuurlijk weten waar die auto nu is, waar die de afgelopen tijd is geweest. Mogelijk dus met een ander kenteken. Echt alle informatie is welkom. En wie daarin heeft gereden. De beelden zijn natuurlijk niet heel erg duidelijk, maar uiteraard hopen we vanavond ook op meer informatie over deze man. En neem ook contact op als u iets kunt vertellen over de toedracht van de moord op Patrick Brisban. Geef uw tip nu meteen door op 0860-70 of bel anoniem naar 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem. Wilt u hier liever over praten met iemand van de criminele inlichtingeneenheid, dan belt u 079-345-8999.